Ja, moet je eens goed kijken. Hier staat MX30. En MX is bij Mazda een beetje een modelnaam voor afwijkend. Denk maar aan die MX3, die MX5, die roadster, hè? En die MX6. Allemaal een beetje lastig te plaatsen modellen binnen die Mazda-familie. En dit is de MX30 met E Skyactiv. En E Skyactiv is ook nieuw, want die E die staat voor een volledig batterij-elektrische aandrijflijn. Jawel, dit is de eerste batterij-elektrische auto van Mazda. En we hebben onlangs natuurlijk al gereden met een prototype van deze auto. En dit is hoe de auto er in de zomer, na de zomer van 2020, uit gaat zien als hij op de markt komt. We hebben wel een paar regels gekregen. We mogen niet aan de deuren komen, we mogen hem niet aanraken, we mogen er niet in gaan zitten. Want dit is echt nog een vroeg prototype. Sterker nog, deze auto is nog maar enkele dagen voordat deze Tokyo Motor Show van start ging, was hij eigenlijk klaar. Dus Mazda heeft hem echt op het laatste moment af kunnen leveren. En het is eigenlijk misschien wel de klapper hier op die 2019 editie van die Tokyo Motor Show. En hoe moet je deze auto nou positioneren binnen dat Mazda gamma? Nou, hij heeft de afmetingen van die CX-30. En dat betekent dat hij dus als het ware hoog in het C-segment valt. En ook qua prijs is hij vergelijkbaar met een CX-30 met benzinemotor. En de prijs, natuurlijk willen jullie dan weten, €33.990. En er zit er echt alles op en aan. En dat is voor een batterij-elektrische auto eigenlijk helemaal niet zo duur. Denk bijvoorbeeld aan een Corsa E, €35.000. Een Peugeot E208, ongeveer ook €35.000. Er is alleen één verschil, want Mazda heeft een heel eigen visie op een batterij-elektrische auto. Mazda gelooft totaal niet in grotere batterijpakketten. Dus 100 kWh, dat ga je in een Mazda nooit treffen. Wat treffen we dan wel aan in deze Mazda? Nou, tussen die bodem, tussen de voor- en achterwielen, ligt een 35 kWh lithium-ion accupakket. Die is hierin verwerkt. En Mazda mikt daarmee op een actieradius van meer dan 200 km volgens die WLTP-testnorm. En dat is volgens Mazda genoeg, want je rijdt maar ongeveer 50 km per dag volgens Mazda. Bijvoorbeeld van huis naar werk. En als je hem kan opladen, dan laat je hem gewoon lekker op als je thuis bent of op je werk bent. Dus 200 km volstaat volgens Mazda. Nou, vind jij dat ook? Laat het vooral eventjes weten hier in de comments onder deze video. Maar wat vooral interessant is aan deze auto is dat Mazda eindelijk met een batterij-elektrische auto komt. Die ook een heel afwijkend design krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar die grill, die is veel smaller. Het logo is groter uitgevallen. Maar als je de auto ziet staan, dan heeft het echt wel een beetje die proporties van die CX-30. Behalve dat deze natuurlijk een soort van coupé-dak heeft. En Mazda geeft die MX-30 sowieso enkele leuke designfeertjes. Kijk bijvoorbeeld naar hier, naar die strip waarop Mazda staat. Echt voor deze MX-30 ontwikkeld. Achterlichten ook, tweekleurig dak. Zilver, in dit geval wit. Er komen verschillende kleurenthema's voor deze auto op de markt. En wat je natuurlijk meteen ziet als je deze auto bekijkt, zijn deze zelfmoorddeuren. Mazda spreekt over flexdoors. En die kennen we natuurlijk al van de RX-8. En die komen hier ook op die MX-30 terug. Nou, hoe werkt het? De B-stijl ontbreekt, zodat je als het ware makkelijk op de achterbank kunt plaatsnemen. Het is een volwaardige vijfzitter. Maar die B-stijl, die is verwerkt in deze deur achter. En om die deur te openen, achteraan moet je eerst het voorportier openen. En die deur klikt zich als het ware vast in deze en in dit punt. Oppassen als je instapt met je hoofd. En het interieur, ik loop even naar de andere kant. Dat is namelijk heel erg leuk. Want dit is namelijk de eerste Mazda met een compleet nieuw design. Interieurdesign. Met ook een zwevende middentunnel. Die ken je natuurlijk van Volvo. Je hand kan hier ook onderdoor. En hier zie je ook kurk. En het leuke is dat kurkmateriaal, dat keert ook terug op de productieversie. En de stoffen bekleding van die stoelen, dat is gemaakt van gerecyclede petflessen. Dus achter deze auto zit echt wel een ecologisch randje. Wanneer komt die op de markt? Dat is natuurlijk ook interessant om te weten. Mazda mikt op een marktintroductie in ongeveer augustus 2020. Maar wat leuk is om te melden, is dat Mazda ook met een versie komt met een range extender. En die range extender, dat wordt een wankelmotor. En die wankelmotor wordt gewoon hier geplaatst onder de motorkap. Hier ligt dan een elektromotor met daarnaast die wankelmotor. En die wankelmotor fungeert als range extender. Dus als die 200 km dan niet genoeg is, dan kun je als het ware met die range extender de range vergroten. Enig nadeel is dat die auto dan op papier geen batterij-elektrische auto meer is, maar een soort van plug-in hybride. En dat betekent dat voor de Nederlandse markt ook het bijtellingsvoordeel van 8% in 2020 vervalt. Maar goed, bijtelling gaat de komende jaren toch allemaal op de schop. In 2021 zijn er weer andere percentages. Maar al met al, voor mensen die deze auto willen kopen, dat kan vanaf ongeveer augustus 2020. En Mazda heeft Nederland geselecteerd, net als bijvoorbeeld Noorwegen, als een van de belangrijkste markten
voor deze MX-30. Dus Nederland krijgt ook heel veel exemplaren toegewezen. Dus stel dat je elektrisch wil rijden met een lage bijtelling, dat kan dat dus in 2020 met die MX-30. Wil je nou meer weten over deze nieuwe auto? Check dan gewoon het complete verhaal op autorij.nl. En vergeet natuurlijk ook even niet te drukken op de abonneerknop van ons YouTube-kanaal.